Hernes is een heel impulsief kind. Hij vergeet vaak dingen. Hij zit met zijn gedachten ergens anders. Hapje tussendoor, dan vraag ik wie moet de koeken uitdelen. Ah, Hernes, hij steekt zijn vinger op. We gaan naar beneden. Iedereen doet zijn taak. Hernes niet, hij is het vergeten. Eén wiel. Heeft een auto één wiel? Hoeveel heeft hij? Je moet hem nog sterk begeleiden. Ja, hij denkt niet na voordat hij dingen doet. Dus als je dat niet onder de knie hebt, dan wordt het wel moeilijker om vlot naar de lagere school, door de lagere school te gaan, denk ik. Als kinderen zelf gestuurd in de klas willen zitten, dan hebben we eigenlijk goede executieve functies nodig. Dat zijn eigenlijk de hersenfuncties die verantwoordelijk zijn voor zelfsturend gedrag. En we zien ook dat op lange termijn, dat kinderen die op jonge leeftijd lage executieve functies hebben, dat die vaak ook sneller uitvallen op 18-jarige leeftijd. Door in het kleuteronderwijs in te zetten op executieve functies, kunnen we eigenlijk het verschil maken voor net die kinderen die het wat moeilijk hebben. Ik ben Sanne Ferreijen. Ik ben docent aan de Odyssee Hogeschool in de opleiding kleuteronderwijs. Ik heb Jelke één week lang geobserveerd en ik ben hier vandaag om samen met haar enkele beelden te bekijken en haar ook enkele tips te geven om aan executieve functies te werken in haar klas. Goedemorgen. Oh, goedemorgen. Hallo. Ik ben Jelke. Hallo, ik ben Sanne. Kom maar binnen. Dankjewel. We zullen ons aan tafel zetten, misschien. Oké, Jelke, ik heb enkele beelden van jou kunnen bekijken. Ik heb eventjes gekeken vanuit de bril van zelfsturing of executieve functies. Het zijn eigenlijk de vaardigheden in onze, of de functies in onze hersenen die ervoor zorgen dat je zelfsturend kunt aan de slag. Misschien moeten we eventjes naar het eerste beeld kijken, ja. En dan kunnen we eventjes verduidelijken wat het precies inhoudt. Ja, dat is goed. Vandaag was het fietsdag. Ja, nu kijken. Want meester Frederik en Marlijn gaan voordoen hoe je moet fietsen. Kijken, hè. Hernes. In het parcours moesten de kinderen over onder andere een brugje fietsen. Ze moesten stoppen aan een slagboom, wachten tot de politieagent die opende. Dan was er ook nog een andere agent met een stopbord waar ze af en toe ook moesten stoppen. Dus er waren wel veel obstakels voor de kinderen. Het geheugen is daarbij heel belangrijk en moeten ze aan afspraken kunnen houden. En ook hun impulsen leren controleren, want iedereen wil heel graag verder fietsen, maar soms moet je stoppen en dan is het even wachten natuurlijk. Op de fietsdag hier zie je dat de kinderen een heel parcours moeten afwerken. Met verschillende opdrachten. Dus de ene moest stoppen, het politieagentje zegt stop. En daar zie je meteen al de link met executieve functies. Eigenlijk zitten de executieve functies in het hele parcours verstopt. Ja, doe maar, Israëlle. Rond de boom. Rond de boom, andere kant. Er zijn eigenlijk drie executieve functies die we kunnen onderscheiden. Dus de impulsbeheersing. Je impulsen om op prikkels die er niet toe doen, die te negeren, dat is eigenlijk impulsbeheersing. Als kleuters hun aandacht niet goed kunnen richten, niet goed kunnen bepalen waar ze zich moeten op focussen, dan is het zeer moeilijk voor kinderen om door de klas te functioneren. Eigenlijk is impulscontrole in jezelf een politieagentje die zegt, oh, even stoppen en nadenken. En hier maak je het eigenlijk zeer concreet voor de kleuters. Probeer maar, oefenen. Meester Frederik heeft het voorgedaan daar straks.
als de instructie gegeven wordt, moet dat eigenlijk eventjes vastgehouden worden. Als juf of meester zegt, neem eerst je jas en ga dan naar de speelplaats en neem dan je koek of je fruit. Dat zijn drie opdrachten die na elkaar gegeven worden. En dat is eigenlijk een soort rode draad die kinderen nodig hebben op het moment dat ze daarmee moeten bezig zijn. En dat even die rode draad bijhouden en die stapjes na elkaar onthouden is eigenlijk een functie van je werk. Over de brug. Nee, achter het lint blijven. Daar niet. Ja, fietsen parkeren. Een andere functie is de flexibiliteit of cognitieve flexibiliteit. Hebben we eigenlijk ook constant nodig. En bij kleuters is dat ook zo, hè, want het is constant switchen tussen verschillende opdrachten of activiteiten. En daar vragen we eigenlijk heel veel cognitieve flexibiliteit van kinderen. En als ze die vaardigheid hebben of onder de knie leren krijgen, dan is het ook veel makkelijker om te volgen in de klas en jezelf te sturen doorheen de klas of doorheen het klasdagverloop. Als we kijken naar de kinderen in de klas, dan zijn er altijd wel wat kinderen die het soms thuis niet altijd makkelijk hebben. En dan zien we dat die ook vaak minder profiteren van het onderwijs. En als we dan zien wat daar een probleem is, is dat vaak op vlak van executieve functies. Als we dan inderdaad aan gelijke onderwijskansen willen werken, dan is het eigenlijk echt wel belangrijk dat executieve functies iets is waar we die gelijke kansen ook kunnen waarmaken. Dus op het kleuterbord kunnen ze zien welke hoeken open zijn. Dat is met een cirkel en een streep is aangesloten. Ga kijken of er plaats is. De bedoeling is dat ze zelf bewust voor iets kiezen. En dan kunnen ze kijken met hoeveel kunnen ze erin. En ze moeten zelf tellen en kijken of ze er nog bij kunnen of niet. Dat lijkt me zeer goed, hè, als dat er structuur in de klas wordt aangeboden, zonder dat er eigenlijk een hele sterke, te sterke controle op zit. Ali, is er geen plaats? Dan ga je moeten wachten. Misschien kan het gewoon een klein beetje lager, dat de kinderen zelf kunnen wat kunnen manipuleren als het open of dicht is. En ook als je de bolletjes moet tellen, is het voor sommige kinderen gemakkelijker om het aan te duiden dan als ze op van afstand moeten gaan tellen. Ja. Wie moet het water uithelen? Wie moet de koeken uithelen? Hernes. Hap het door, dan vraag ik. Wie moet de koeken uithelen? Ah, Hernes, hij steekt zijn vinger op. We gaan naar beneden. Iedereen doet zijn taak. Hernes niet, is vergeten. Hernes! Hernes! Ze zijn aan het wachten. Hij moet dan eerst zijn koek halen, zijn drankje, een plaats zoeken, dan de koeken halen voor de anderen uit te delen. Dat is te moeilijk voor hem nog. Hoeveel koekjes moet je uitdelen? Goed onthouden. We hebben altijd de koekjes zijn op, dus je krijgt knikknakjes. Hoeveel hebben ze? Ik heb hem ook een paar keer laten herhalen van hoeveel koekjes moet je geven, zodat dat echt in zijn hoofd zat en hem luid op laten tellen. Hernes is een kleuter die het moeilijk heeft met zijn werkgeheugen. En dan is het ook belangrijk dat je je begeleiding daaraan aanpast en hem ietsje meer begeleiding geeft op dat vlak. En dat doe je eigenlijk hier zeer mooi door hem de vraag te stellen: wat was je taakje nu weer? Wat moest je nu ook alweer doen? Dus je gaat het eigenlijk terugkoppelen naar hem, waardoor zijn werkgeheugen ondersteund wordt. Goed zo, Hernes. Je doet je taak goed. Als we werkgeheugen willen gaan stimuleren, dan is het ook wel belangrijk om kinderen bijvoorbeeld instructies te laten herhalen. Of niet alles in één keer te laten doen. Als je een veelvoudige instructie geeft, dat je die ook wel in stapjes gaat opbouwen. Dan kan je eigenlijk maken dat het werkgeheugen iets minder belast wordt. Arnel, kom jij ook eventjes werken? Ja. Trek een toverbril aan. Ja. Dus vier wielen omcirkelen. Dus als ik een spel speel of een werkje doe of pre-teaching doe, dan zet ik de toverbril op. Heb je er zes, Talins, of je er zes hebt?
Als ik de bril op heb, mogen ze mij niet storen, moeten ze hun problemen zelf kunnen oplossen. Moeten ze hun impuls kunnen controleren van, de juf heeft haar bril op, ik mag haar niet storen, ik moet een oplossing zoeken. Dus ja, ik leer hun zo meer zelfstandigheid bij, hoop ik. Ja, ik vond het een zeer leuk idee dat je de toverbril had geïntroduceerd. Ja. Oh, ik had mijn toverbril op, ik hoorde je niet. De impulsen om jou te storen worden onderdrukt door jouw bril. En ik vind het ook wel zeer fijn dat zowel jij als de kleuters zo'n toverbril hebben. Ik denk dat je dit ook wel eigenlijk met een achtergrond van aandacht richten naar zelfsturing toe bedacht had. Ik merk dat de kinderen dan rustiger zijn, meer geconcentreerd zijn, omdat zij ook een toverbril aan hebben. En sommigen zeggen spontaan van, wij hebben een bril op, we horen je niet. Dus ik merk wel dat de concentratie daardoor beter is. De pijl. Probeer goed te kijken, Hernes, waar de kaartjes liggen. Is het hetzelfde? Nee. Blijf daarvan. Ali. Nee. Hernes. Is het hetzelfde? Nee. Nu is het aan mij. Goed kijken, Hernes. Een vrachtwagen. En het mannetje dat werkt. Niet hetzelfde. Onthoud het, waar het ligt, Hernes. Nu is het aan jou. Wacht, denk na. Ik heb het daar straks Ali zien omdraaien. Waar lag het? Het lag daar ergens. Denk na. Niet hier, het lag daar. Hier vind ik het super dat je hem even afremt. Hè? Dat Hernes eventjes moet stoppen. Ja. Waarom deed je dat? Omdat ik weet dat Hernes sowieso zijn aandacht niet zo goed bij het spel kan houden. En ja, omdat ik ook graag voor hem wou dat hij een positieve ervaring had. Is het dat? Ja! Goed zo. Dan mag je nog eens. Een van de belangrijke interacties is eigenlijk de strategie aanleren, of een denkstrategie, waarin je de kinderen aanleert om te stoppen, te denken en daarna vast te handelen. Als we zeggen stop, dan remt het eigenlijk de kleuter af om impulsief gedrag te tonen. En dan hebben we meer kans om die kleuter het juiste antwoord te laten geven. Waar lag de fiets? Denk na! Je kunt het natuurlijk aanleren met een rijmpje. Ik stop, ik denk na, een antwoord pas daarna. Maar het is wel belangrijk om kinderen daarmee eventjes te laten stilstaan bij de situatie en niet te impulsief te reageren. Yeah. Hier zou je de feedback nog kunnen aanvullen. Ah, je hebt misschien goed gekeken wat Ali heeft omgedraaid. Zo, ja. Hoe komt het nu dat het net goed gelukt is? Dan kan je je feedback zo nog een beetje concreter krijgen. Maar op zich was het wel goed dat je dan toch een succeservaring bij Hermes kon bereiken. De fiets. Oh. Nee. En dan ben je zelf aan de beurt, maar dan zou je misschien nog meer kunnen verwoorden wat je eigenlijk aan het doen bent. Ah ja, mijn denkstrategie zo. Ja, ja. Als de juf luid op denkt, dan is dat niet enkel om taal te stimuleren, maar zeker ook om die denkstrategieën bij hen ook te verinnerlijken. Dat ze eigenlijk denken, juf denkt op die manier, misschien moet ik ook eens op die manier proberen denken. Dan lukt het mij misschien ook om twee dezelfde kaartjes te winnen. Waar lag die andere nu weer? Hier misschien? Het is belangrijk als leerkracht om die denkstapjes wat te gaan verwoorden. En stap per stap zelf eigenlijk te gaan het voorbeeld tonen en zelf te gaan reflecteren. Waarbij je eigenlijk heel sterk gaat begeleiden in het begin. En dan geleidelijk aan gaat afbouwen, zodat het bij de kleuter zelf terechtkomt. De fiets was daar en daar! Daar? Ja, goed zo. Mag je nog eens? Nu is het niet meer moeilijk, hè? De auto. Ja, oké. Dan gaan we het de kaartjes stellen. Ja, was het bij Ali dan het probleem? Die heeft het heel moeilijk om zijn impuls te beheersen, om het antwoord niet te verklappen. Maar naar emotieregulatie zien we ook wel echt wel een grote opgave om dat onder controle te houden. 3. En hoe zou je Ali zijn emoties dan kunnen laten beheersen? Ja, goed zo.
Op dat moment is dat gewoon zijn impulsief gedrag dat overheerst. En als hij daar een soort van innerlijk stemmetje wil aanleren, van rustig bij jezelf blijven, kan een spiegel voorhouden wel helpen. En dus als je zegt van letterlijk, niet met een spiegel letterlijk, maar verwoord van, oei Ali, je wordt precies wel boos. Hoe komt dat nu? Eerst inzicht hebben van, inderdaad, ik heb het inderdaad nu moeilijk, is dan de eerste stap bij emotieregulatie. Om er dan nog mee om te gaan, dat is dan een stapje verder. Een andere interactie is bijvoorbeeld spiegelspraak, waarbij kinderen eigenlijk een spiegel voorgehouden worden door de leerkracht. Je gaat eigenlijk benoemen wat je ziet bij de kinderen. Niet wat er zou moeten gebeuren, maar wel wat er op dat moment gebeurt. Bijvoorbeeld een kleuter die nog niet aan het opruimen is, dan ga je niet zeggen, je bent nog niet aan het opruimen, dan ga je zeggen, je bent toch aan het spelen. Waardoor die kinderen eigenlijk zelf de klik moeten gaan maken en zichzelf gaan sturen. Dat is toch leuk? Ja. Kom, we gaan nog eens racen. Het is ook belangrijk dat de kleuters kunnen overgaan van de één activiteit naar de andere. Verder ga jij eens 5 minuten omdraaien. En ga je het zeggen in de trein en in de zandtafel. Hier kiezen ze dan de juiste zandloper. Als ik zeg draai 3 minuten om, kiezen ze de zandloper met 3 minuten. En dan weten ze hoeveel tijd ze nog hebben om op te ruimen. 5 minuten en we ruimen op. Ja. Dat is om een dubbel opruimsignaal te geven. Ja. Dus als ze toch eventjes tijd hebben om hun spel af te ronden, ook om die overgang naar het opruimen een beetje geleidelijk aan te maken. Dus dat vind ik op zich zeer goed. Dat kinderen kunnen zich voorbereiden op de overgang naar het opruimen. Ook fijn dat er altijd een kleuter is die verantwoordelijk is voor een zandloper. Ja. Dat maakt het wel fijn. Dat doen ze heel graag. Ja. Ja. Ik hoor kinderen roepen. Oké. Israëlla, wat hebben we gedaan? Kijk op de lijn. Ik probeer zoveel mogelijk de daglijn te gebruiken om hun aan te tonen van... Wat gaan we doen? Wat hebben we al gedaan? Buiten gespeeld. En nu gaan we? Wat ik zeer goed vind is dat je zowel, ook al is het een derde kleuterklas, toch nog altijd de daglijn blijft gebruiken en dat ook consequent doet. Biedt ook een heel mooie aansluiting om eens te gaan reflecteren met kleuters. Ja, ja. Als je ziet van wat er is er net gebeurd in de hoeken en dan ook vooruitkijken met kinderen, helpt om in de structuur van de dag duidelijk te krijgen en ook die flexibiliteit die ze nodig hebben, kan ondersteund worden met de dag. Ja. Voor dit spel hebben we onze oren nodig. En ogen! Nee, en onze handen. Oké? De handen hebben we nodig. Maar onze mond... In een kleuterklas heb je gigantisch veel prikkels. Door eigenlijk de zintuigen aan te geven met pictogrammen, door dat visueel voor te stellen, geef je hen eigenlijk een leidraad om hun aandacht te richten, om te weten welke prikkels zijn er hier nu van belang. Maar misschien hangt het op een plaats waar niet alle kinderen het kunnen zien. De kinderen die hier vooraan zitten, moeten eigenlijk achteruit kijken om het te kunnen zien. Op zich zou het ook op de tafel kunnen, hè, als we de andere prikkels wat wegnemen. En dan als je het effectief de activiteit bezig bent, het eerste wat je doet zijn dan de signalen of de zintuigen gaan selecteren. En dan heeft iedereen het gezien. Ja. Of zelf een kleuter het laten uitleggen op de tafel wat er moet gebeuren. Vingers naar beneden, oren open. En onze ogen hebben we ook nodig. Ik ga stoppen. We gaan een verkeerslicht knutselen. Nee. Ja? Dit doe je door een keukenrol te gebruiken. En je kiest 2 kleuren. Bijvoorbeeld rood en oranje. Een streepje rood en dan oranje. En weer rood, dus een patroontje volgen. Je stelt zelf al eigenlijk voor hoe we het gaan maken. En dan zag ik van, oké, als we nu de tankstimulering willen doen, zouden we misschien kunnen koppelen of terugkoppelen aan de kinderen. Ik heb hier een keukenrol en ik wil graag dat we een verkeerslicht maken. Hoe zouden we dat kunnen doen? Dus de strategieën die ze gaan moeten nemen, bij de kinderen laten bedenken. Hier nog. Welke 2 kleuren kies je? Kijk naar de kleuren.
Je moet eerst de boek open doen. Nee. Je moet eerst de boek open doen. Sebastian gaat niet samen spelen, samen spelen. Met wat? Hij is eens het oogje. Hij doet één werkje en dan wissel je om. Oké? Probeer. Sebastian wil het niet. Sebastian verstaat niet goed Nederlands. Hij gaat niet alles begrijpen dat jij vertelt. Dus doe dat rustig. Probeer het rustig uit te leggen. Het is wel zeer goed dat je de kinderen laat samenwerken aan één opdrachtje, waardoor ze zich elkaar gaan sturen. Dus die zelfsturing begint ook met externe sturing, waarbij ze eigenlijk niet alleen zichzelf sturen, maar ook vanuit de anderen een voorbeeld krijgen van hoe je een bepaalde opdracht kunt uitvoeren. En je gaat eigenlijk de aandacht mooi richten vanuit die zintuigen. Dus de ene gaat dan aan de slag gaan met de handen en de andere mag goed kijken. Dus die pictogrammen van de zintuigen helpen hen wel om te weten wat is mijn rol nu en op dit moment. Maar Sebastian gaat niet de boek open doen. Probeer het hem rustig te vertellen. Stap 1, stap 2, stap 3, stap 4. Probeer het rustig te doen. Oké, Sebastian. Ik vind het ook wel goed dat je niet meteen zelf meeloopt om het te gaan oplossen. Ja. Dat je het bij hen eventjes laat. Ook al moet je het misschien na een eindje wel doen, maar je probeert wel eventjes afstand te nemen. En heel wat leerkrachten gaan vaak snel erop inspelen. Gaan snel tussenkomen, gaan het zelf overnemen, terwijl we eigenlijk ook eens afstand moeten kunnen nemen. En het hen zelf laten uitproberen. En inderdaad, elkaar te gaan sturen, hier ga je dat heel sterk gaan stimuleren. Voor sommige kinderen kan het in zo'n grote klas heel druk overkomen. En je moet altijd in groep spelen, je moet altijd per vier aan een tafel zitten of in de zandtafel. Dat scheelt, hè. Zet u eventjes bij kikkertje te staan. Dus dit hier is het rustbankje en ik heb daar een kikkertje bij gezet. Kikkertje rust noem ik hem dan. Ja. En dan in zijn rugzakje zitten dan kaartjes, waarbij hulpmiddelen eigenlijk, om tot rust te komen. Mm-hmm. Ze kunnen een hoofdtelefoon nemen. En die ligt dan hierin. En dat bankje is eigenlijk bedoeld voor één kind, dus daar kunnen kinderen alleen terecht. Ze kunnen hun eventjes afzonderen van al de impulsen en al de andere kinderen. Daarnaast weten we ook dat kinderen die opgroeien in een moeilijke thuissituatie ook heel wat stress ervaren. Het zou de taak van de leerkracht moeten zijn om situaties aan te bieden waar ze tot rust kunnen komen of waar toch de kinderen die het nodig hebben daar de nodige rust kunnen vinden. Dan kunnen we dat compenseren, die stress van thuis. Ze kunnen ook kiezen om eens te gaan lopen om de speelplaats één toertje. Een glaasje water drinken, ligt hier ook dan in. Dan kunnen ze het gewoon zelfstandig gaan vullen. Of een boekje lezen, dat ligt hier ook in. Gelijk welke manieren kunnen helpen om kinderen zichzelf tot rust te laten brengen, maar het is belangrijk dat kinderen zelf beginnen doorhebben van wat helpt voor mij nu. Voor mij helpt het bijvoorbeeld niet om te gaan lopen, maar misschien dan wel om eventjes een tekening te maken. Dus het gaat om het feit van dat kinderen die stressbestrijders onder de knie leren krijgen. En wat werkt nu voor mij? Oké, elke volgende week kom ik nog eens terug bij jou in de klas. Ja. En dan gaan we eventjes kijken of er taken zijn die je kunt gebruiken vanuit de tips van vandaag. Ik ben er zeker van dat ik wel veel tips ga gebruiken. Ja. En we zullen zien hoe het evolueert. Ja. Je kijkt allemaal in je map of de groene kaart erin zit. Dan hang je je jas omhoog en dan kies je een hoek. Wat moet je eerst doen, Hernes? Mapje kijken. En dan, Bo? Deze ochtend bij het binnenkomen had ik in verschillende stappen gezegd wat de kinderen moesten doen. Dus eerst in hun mapje kijken, dan de jas omhoog hangen. Mag ik je jas op de grond zien liggen? Nee, onthoud het. Kom. Als ik de instructie laat herhalen, dan ben ik vooral bezig met hun werkgeheugen. Zodat ze dan moeten denken van wat moet ik eerst doen, dan de volgende stap en dan de volgende stap. Dus zodanig dat die stappen in hun geheugen eigenlijk geautomatiseerd worden. Kijk op het bord wat er open is. Kleintje. Kleintje, waarom is het kleintje? Omdat het zo...
Ah nee, het hangt lager. Het is niet kleiner. Hè? Ja, dan kan je er makkelijker aan. Ze worden er allemaal dan ook eens aan voelen en ze zijn dan spontaan. Oh, dan kunnen we er gemakkelijker bij en dan kunnen we tellen en aanraken. Ik heb dan ook tijdens de hoekenwerking een paar keer gezegd van... Ali, ga jij de computerhoek opendraaien? Sanne moest de luisterhoek dichtdraaien, dus dan kunnen ze dat eigenlijk heel zelfstandig doen. Wat voor de kinderen wel leuk is en voor mij is het ook gemakkelijk. Hernes kwam deze ochtend al een beetje verdrietig naar school, vond ik. Ik vond het wel goed dat hij dan spontaan wel op het rustbankje ging zitten. Hoe voel je je? Blij? Ben je blij? Ben je boos of verdrietig? En voor mij is dat rustbankje eigenlijk ook wel een extra signaal om te zien van hoe iemand heeft het een beetje moeilijk of lastig. Dan kan ik er eventjes gaan bijzitten en dan een klein gesprekje met dat kind voeren. Hij ging er gewoon eventjes de rust op zoeken, denk ik. Dus dan is het goed dat hij die stressbestrijder eigenlijk wel gebruikt om zo tot rust te komen. Goedemorgen. Zit er iets in je huisje? En neem het dan, Miekemus. Wat is dat? Een poster. Is dat voor ons, Miekemus? Is dat een poster? Wacht, ik ga wachten tot iedereen zit. Maar ik zit hier. En wat hebben we nodig om naar een briefje te kijken? Ogen. We hebben vooral onze ogen nodig. Bij Ali. Dus, Hernes, neem jij de ogen? Al bijna. En ik zie dat Pieter Jan al niet zien. Ik heb licht aan het doen. We gaan eerst eens kijken en daarna gaan we het licht uit doen, anders kan ik het niet goed zien. Ja. Doordat de zintuigen nu op de tafel liggen, is het ook voor mij gemakkelijker. Dan denk ik er meer bij na van wat hebben we nu nodig en kan ik er gemakkelijk naar verwijzen. Wat zie je op de kerstkaart? Ik zie de vinger van Ali. Een vee. Het lijkt op een vee. Ik ga de zintuigen dan zoveel mogelijk in de hoekenwerking proberen te verwerken. Dus bij een gezelschapsspel het bijvoorbeeld de ogen nodig hebben om goed te tellen. Of bij beeld bijvoorbeeld de handen, hebben we vooral handen nodig. Oh, wat lekker knus is het hier. Miekemus heeft een kerstkaart naar ons geschreven. Hoe zouden wij nu ook een kerstkaart kunnen maken van onze klas? Ik weet dat nog! Wacht, stop. Nu moeten we goed nadenken. Denk kalm. Antwoord is na. Verre, heb jij een idee? We pakken gewoon als een witte brief. Een witte brief, oké. En daarachter steken we het... Vandaag heb ik meer het woord stop gebruikt. Ik heb wel het gevoel dat alleen dat woord zeggen al eigenlijk veel effect heeft. Omdat ze dan inderdaad allemaal even stoppen en dan samen nadenken. Er moet ook nog een postzegel op staan. Een postzegel hebben we zeker nodig. Naar waar moet je sturen? Ja, dat is heel goed van je. Maar eerst moeten we de kaart nog maken. Ik wil dan een naam opschrijven. Moet ik al jullie namen erop schrijven? Dan is de kaart niet van jullie, want dan hebben jullie niets gedaan. Dan is het alleen ik dat het gedaan heeft. Heb jij een idee? Wacht, stop. Stop, ik denk na. Denk maar na. En ze zeiden er sommigen spontaan het rijmpje bij, want ik denk na en zei het antwoord erna. Dus dan merk ik wel dat sommigen de link wel leggen tussen stoppen en nadenken. Wacht, ik ga eens nadenken. Wanneer? Wacht, ik kan niet nadenken als jullie door elkaar praten. Kleine pap. Hoe kunnen we die kerstkaarten nu versturen? Ah ja, Lucas had al het idee van de postzegel. De post. Maar waar moeten die postkaarten dan naar? Ik weet het. Ik ben het kleine pap. Heb jij een idee, Ali? Ja. Waar dan? In het post. In het brievenbus. In de brievenbus, natuurlijk. En de brievenbus. Ah, er staat een brievenbus aan het station.
ah, dan kunnen we daar te voet wel naartoe stappen. En ook mijn denkstrategie gaan verwoorden van hoe gaan we dan naar de brievenbus stappen en wanneer ga ik dat doen. En, ja, op zich was dat wel een goede oefening, denk ik. Vandaag heb ik ook geboetseerd met onder andere Hermes. Heeft zij al ogen? Hoe zou je ogen kunnen maken? Ik weet het. Zo'n klein bolletje. Hermes gaat een klein bolletje doen. Ik ook. Hoeveel ogen heeft een sneeuwman? Twee. Ga je nadoen. Ah, zo. Ik heb hem zoveel mogelijk vragen gesteld van hoe gaan we nu? We waren een sneeuwman aan het maken. Van, hoe gaan we een sneeuwman maken? En hij toonde mij dan hoe je een hoed kon boetseren. Neusje. Hoe zouden we een hoed kunnen maken? Wacht, kan je dat doen? Ga je het mij tonen? Ja, het feit dat hij moet uitleggen hoe hij een hoed moet maken aan mij is eigenlijk wel een... Ja, dan moet hij zijn denkstrategie gaan verwonen. Dus op zich was dat wel een goede oefening voor hem. Wat moet ik dan doen? En hoe maak je dat tik? Ah, je bent aan het rollen tussen je handen. Dan ga je dat ook doen. Dan doe je zo. En ze vond het ook wel leuk om dan aan mij te tonen hoe je iets moet maken. Wow, wat een mooie hoed. Bedankt. Haha. Ik ben de sneeuwman. Ben je de sneeuwman? Wacht maar. Aan Sebastian, aan Ali, Ali. Ik heb met Ali, Daria en Sebastian een gezelschapsspel gespeeld. Oké, nu is het aan mij. Wat moet ik doen? Ah ja, eerst rol ik met de dobbelsteen. 6. Wat moet ik dan doen? Ah ja, ik neem een pion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, wat mag ik nu doen? Wow, helemaal naar het andere pakje. Dat vind ik leuk. Nu ben ik blij. Ik heb ook eens gezegd van, oh, nu ben ik verdrietig, want ik moet terug naar het begin. Dan beseffen ze ook van, de juf heeft ook emoties. Iedereen heeft dat. Rol maar. Zeker aan. Zie dat je lacht. Ik heb ook zoveel mogelijk spiegelspraak dan vooral bij Ali proberen te gebruiken. Oh, ik zie dat je lacht. Je bent zeker wel blij. Ik ga winnen. Rustig. Ja, dus zo proberen te verwoorden. Ik ga zeker winnen. Ik ga zeker. Waarom denk je dat? Omdat ben ik in het eerste plaats. Maar kijk eens, Sebastian zit vlak achter jou. Hij kan ook nog winnen. Ik wil winnen. Wil je winnen? 6, 7, 3, 4, 5, 6. Hoi Ali, ik zie dat je boos bent. Voel je verdrietig? Dat is normaal, Ali. Ik ben ook niet gewonnen. Ik ben ook niet gewonnen. Nou, er kan maar één iemand winnen. Volgende keer beter. Hey, dag Sanne. Hoppa! Zet je teen open? Dada! Je gaat je jas aan de kapstok hangen en dan een hoekje. Zo, weet je wat moeten we eerst doen? Ja, je jas aan de kapstok hangen en dan... Kijk aan het bord wat er open is. Lucandro, ik zie dat je je jas nog aan hebt. Waar is er Ali? Oh, ik zie dat je verdrietig wordt. Ze zijn al begonnen. Hoe kunnen we dat oplossen? Dat is de afspraak bij het spel. Even wachten tot het gedaan is. Wat zeg je? Ah, je was dat aan het bouwen. Mag je eventjes komen helpen? Vorige week hadden ze die kneks dan nu uitgehaald en hij had samen met mij zo'n huisje gemaakt. En dat was heel goed voor zijn zelfvertrouwen, want
ja, dat was goed gelukt. En, ja. En hij kan dat eigenlijk ook redelijk goed, want ja. Dat is niet zo simpel om dat eigenlijk na te maken. Ja. Dus nu was hij dan zelf aan die uil begonnen en... Hij wou eigenlijk een stapje verder net. Ja. Dat is een uil. Maar dat is wel een beetje moeilijk. Maar moeilijk gaat ook, Lucanda. Gaat lukken. Kom hier. Voilà, je hebt hier al zo puntjes gemaakt. Wat ga je nu maken? De kop. Het hoofd? Ja. Oké. Okay. Als je met Hernes dan met de knikkers aan het spelen was om zijn opdracht af te werken, hoorde ik je wel vaak ook benoemen wat de kleuter zelf deed. Hè? Ja. Wat Hernes deed. Je gaat het groene blokje nemen. En je vroeg ook van, en wat ga je nu doen? Ja, dan klik je er een groen in. Wat nu? Gewoon al verwoorden wat de kinderen aan het doen zijn, is eigenlijk al een voorbereiding op reflecteren van kinderen. Als je wil dat kinderen leren reflecteren, dan moet je eigenlijk zelf eerst starten met het benoemen wat zie je bij die kleuters. Je doet precies nu dit, waarom doe je dat? Maar misschien ook, oei, wat hebben we nu wel gedaan? Waar zitten we nu? Ja. Zo een keer terugkeren, dat is eigenlijk gewoon reflecteren, maar terwijl je mee bezig bent. Zodat hij zelf ook beseft van, oké, ik ben daar al gekomen, nu moet ik de volgende stap doen en die stapjes kan ik ook bij een andere opdracht gebruiken. Ben je klaar met die uil? Nee. Oei, wat moet er dan nog? Het is een soort strategie dat je hem eigenlijk aanleert door hem de vraag te stellen, wat ben je nu eigenlijk aan het doen? Ja. En door daarbij stil te staan, gaat hij zijn onbewuste strategie bewuster maken. Ja. Ja. Waarom hebben we bij een liedje onze mond nodig? Zo weer? Om te zingen! Voor te zingen, natuurlijk. En oren, waarom hebben we die nodig? Om te luisteren naar de muziek. Waarom hebben we de oren nodig? Steek je vinger. Juna? Daarnaast hadden we het ook over de zintuigen. Dat is ergens bij het zingen, denk ik. Welke hebben we nodig en waarom hebben we het nodig? Dus dat je niet altijd gewoon zegt, we hebben dat en dat nodig. Maar dat je wel het waarom daarachter gaat bevragen. Zodat ze ook wel weten, oké, we moeten gaan luisteren naar ons liedje. Maar we moeten ook zingen. Dat vind ik net nog belangrijker dan het gewoon zeggen, we hebben dat en dat nodig. Doordat je het de kinderen ook zelf laat verwoorden, verinnerlijk het dan ook nog een stukje meer. Hè. Luister wie een toverbril moet aanzetten. Ik ga de namen zeggen. Jullie gaan een toverbril opzetten. En aan de puzzeltafel gaan zitten. Je mag allemaal een kerstboom nemen. Ja, goed, Sanne, jij hebt er al een. Oei, Ali, je hebt er nog geen. Zoe nog niet. Ah, hij is al klaar, Ernest. Wat mooi. Ik zal hem hier ook omhoog hangen. Voilà. Is het goed? Ik zet nu mijn toverbril op. Voilà. Je mag al een potlood nemen. Ik wil maar eentje gaan innemen. En je mag kiezen welke kleur, het maakt niet uit. Je gaat goed moeten luisteren, wacht, stop. Je gaat goed moeten luisteren wat ik zeg. Ja? Wat hebben we nodig voor dit spelletje? We hebben heel goed onze oren nodig, want je moet naar mij luisteren. En ook de handen, want je moet tekenen. Dus Hernes, heb je al een potlood? Je moest nog wachten. Stop. Ali die had het moeilijk om te wachten. Hij begon direct te tekenen. Hij wil eigenlijk meteen die bolletjes beginnen tekenen, vooraleer hij de opdracht nog maar gekregen heeft. Mm-hmm. Voor hem zijn impulsbeheersing is op dat moment zeer moeilijk. Ja. Maar op zich gebruik je dan de spiegelspraak op een correcte manier door te zeggen van je hebt het precies moeilijk om een beetje te wachten. Ja. En waardoor je eigenlijk niet negeert van het gedrag, maar wel het benoemt. En waardoor Ali zelf ook wel bewust wordt van moet eventjes. Ik heb het inderdaad wel moeilijk, maar het zal mij wel lukken. Ja. Eerst ga je 4 kleine kerstballen teken je bovenaan in de boom. Hoeveel kerstballen? 4. Waar? Bovenaan, onderaan? Bovenaan in de boom. Ja. Dus je hebt een tekendictie gedaan wat je zeer goed ondersteund hebt op vlak van werkgeheugen. Waarin zag ik dat? Dus als je zo instructies gaf, dan liet je dat herhalen door de kinderen. Ja. Of je deelde het op, meervoudige instructies deelde je op in kleinere deelinstructies. Dan teken je nu 5 pakjes teken je onder de boom. Onder de boom? Onder de boom. 5 pakjes. En welke kies je zelf? 5 pakjes onder de boom.
Probeer het. Hoe zou je dat kunnen tekenen? Dat is gewoon een vierkant of een rechthoek. Op zich, Hernes had niet zoveel zin om dat te doen. Hij moest wel, maar hij had het moeilijk om eraan te beginnen. Zijn motivatie was een beetje weg, denk ik. Gaan we het in de namiddag doen? Nog. Ja, je? Afgesproken? Ja, nog. Afgesproken? Met een blij gezicht? Huh? Met een blij gezicht? Is het goed? Ja, in de namiddag doen we verder. Maar ik vind het wel goed dat je dan de afspraak maakt dat hij het dan een beetje later wel moet doen. Ja. Dus op zich moet hij af en toe eens toch beseffen dat er soms dingen moeten gebeuren. Ayoub, wat gaan we doen? Daar is de plaats. Ja, ik ga inderdaad een verhaaltje voorlezen. Maar ik ga wachten tot iedereen neerzit. Zodat je gemakkelijk naar het verhaal kunt luisteren. Ja, je hebt vanmiddag ook een verhaal voorgelezen. Wat is jou daar opgevallen? Ik vond dat ze redelijk rumoerig waren. Dus dat vond ik wel een beetje vervelend. Zo. Ja. Ayoub, is dat er echt? Maar zij is Stop! Jullie zijn iets te druk, ik hou er niet van. Ja? We gaan niet starten met het verhaal vertellen vooraleer we effectief klaar zitten om onze aandacht te richten. Hè. Deze activiteit is afgerond. Oké, nog niet starten met het volgende vooraleer we inderdaad allemaal klaar zijn. Waarom de ogen? Om te kijken. En wat nog? Om te luisteren. Ja. Hebben we onze mond nodig, Hermes? Ricky wil een... Wat zou Ricky willen? Stop. Andy, wat zou Ricky willen? Een kerstboom. Een kerstboom. Ik heb vaak het verhaal even moeten stopleggen, omdat ze dan... Ze flappen er dan alles uit en ze staan recht en ze komen dan naar het boek wijzen. Maar je moet gaan zitten. Ook een maan. Ja, je ziet het. Hoe kijkt papa? Israëla? Het feit dat je zeer speel en enthousiast het verhaal hebt gebracht, daar denk ik dat het probleem niet zit. Wat ik ook goed vond, is dat je tussenin wel vragen stelt van wat is er nu gebeurd? Waarom, Hernes, is Ricky een beetje boos? Je hebt het er juist gezegd. Nee, jij bent Hernes niet. Meestal haal je ook wel de kleuters eruit die er aandacht voor nodig hebben, waar de aandacht wat moeilijk loopt. Maar misschien kan het wel een idee zijn om Hernes eventueel wat dicht bij u te zetten, zodat je hem ook eventueel wat lichamelijk kunt aanraken. Zo. Straks in het postkantoor gaan zitten. Met hoeveel kinderen kan je in het postkantoor spelen? Daria? Twee. Eén iemand is... Wie is dit? De postbode. Als je het weet, steek je je vinger op. Postbode. Amir? Postbode. Dit is de postbode. Wat kan de postbode doen? Ik weet het. Verre. Dan heb je bij het rollenspel de rollenkaartjes gebruikt. Ik vond dat eigenlijk wel zeer goed. Ook al waren het maar twee kleuters die in het postkantoor konden spelen, toch heb je daar de rollenkaartjes gebruikt om ze eigenlijk wat te sturen. Ja. Wat zou die moeten doen? Zou die ook moeten brieven rondbrengen? Nee. Wacht, Sanne. Wat ik daar het mooiste aan vond, was dat je... De rollen in de kring besprak niet alleen van oké, we hebben twee rollen, maar ook wat doen die dan? Ja. Je had het ook gewoon kunnen zeggen van jij bent postbode, jij bent bediende en dan was het ook maar dat. Maar dan had je het wel ruimer gekaderd en de kleuters zelf laten verwoorden. Wat doen die dan in het postkantoor? Het is een hulpmiddeltje om zich aan de rol te houden, een soort herinnerings- of een geheugensteuntje die rond hun nek hangt. Maar het helpt de kinderen ook om hun impulsen te beheersen, om niet uit hun rol te vallen. En van, oké, ik ben de postbode en dat is mijn taak. En ik ben de postbediende en ik werk aan het kantoortje en dat is ook mijn taak. Goed luisteren, we hebben onze oren nodig. Eerst luisteren, ja? Twee grote kerstballen onderaan in de boom. Ja, twee grote kerstballen. Dan ga je vijf pakjes onder de boom tekenen. Ik wil een shirt tekenen. Oké. Dat is goed, toch?
Dan trek je er een kruis door. Voilà. Super, hè, dat je dat gedaan hebt. Hè, dat ging toch goed. Ik ben blij dat je het gedaan hebt. En je hebt het supergoed gedaan. Waar wil je spelen? Kies een hoekje. Of zet u bij Kikkertje rust als je een beetje moe bent. Of kijk in de boekjes. En stond die driehoek op de juiste plaats hier? Ja. Maar is de vorm juist? Nee. Nee, dus wat gaan we moeten doen? Dan moeten we hem omdraaien. Ja, en hoe kan je hem omdraaien? Ja, als we het verschil willen maken om gelijke onderwijskansen waar te maken, dan moeten we natuurlijk onze aanpak ook wel gaan afstemmen op de kinderen die het nodig hebben. En als we dan gaan differentiëren op vlak van executieve functies, dan kunnen we wel heel wat bereiken bij die kinderen die het nodig hebben. 5 minuten en we ruimen op. Ali, waarom roep je? Je vliegt me. Je wil nog verder spelen, was het leuk misschien? Maar weet je wat, je kan morgen ook verder spelen. Dat hoekje gaat hier niet ineens verdwijnen. Dat is hier morgen ook nog. Het blijven kleuters en het blijft moeilijk voor hen om impulsen te controleren en zichzelf te beheersen. Hier, en Hernes heeft een uil gemaakt. Helemaal uit zijn ei. Dat is nu gewoon een voorbeeldje. Zo. En dan bouwen ze dat na. Dat zie ik liever en blij je hebben. Top, hè? Het zijn moeilijke vaardigheden, maar door erop te oefenen kan je ze inderdaad wel een stapje verder brengen en een soort van basis leggen voor de lagere school, voor andere schoolse vaardigheden. Door ze bij de kleuters extra aandacht te geven, kunnen we hen hopelijk een betere toekomst geven.